Chen. En hij wil vanavond met zijn dans laten zien dat hij, ondanks alle negativiteit op zijn pad, altijd is doorgegaan. De druk die hij voelt aan het begin van zijn dans maakt plaats voor licht en het volgen van zijn eigen pad. En met het volgen van het eigen pad is hij in dit programma al heel ver gekomen. Namelijk in deze prachtige finale. Hij is hier, het laatste nummer, Chen Chen. Isolated from the outside, clouds have taken all the light. If being myself is what I do wrong, then I would rather not be right. Hopes turned into fear, and with my Chen, bloemen, knuffels. Kom erbij, Chen Chen, kom erbij. Oh, dat is reclame, wacht even. Oh, weet je wat mooi? Jij was alleen maar aan het lachen. Tegen je vogel, tegen de wereld, tegen alles. Zo leek het. Voelde het ook zo? Like we should, man. Really do. Hij zegt, ja, dat moeten we ook allemaal doen. Ik vertaal. Dan. Yeah. Chen Chen. Dancers train for years. They learn so much and some get really good. They learn how to perform on stage. They're great. You have something to say when you dance. It's not even about the dance. It's about what you're trying to tell, the story you're trying to tell. That's not something that dancers get with a lot of training. That's just a gift. You have that gift. It makes you more than a dancer. It makes you an artist up there. You're my favorite on this stage. And I would love for you to win this show tonight. But it honestly makes no difference for you. You're at the beginning of something really special that's gonna happen in your career. And you're gonna have great days and you're gonna have bad days like any performer does. But you got to stick through it. You got to get through it because you're going to do great things. And we're going to see so many more performances like this and 10 times bigger than this from you because you are truly a special talent, man. Really special. Yay. Ja. Ja, ik kan het niet beter zeggen dan Dan dat zegt. En altijd als ik weer dichtbij je kom, denk ik, oh, hij is nog zo jong. Want je ziet er nu uit als weet je wel, 17. Maar je bent eigenlijk nog zo jong. Je hebt me de eerste keer, viel mijn mond open. De tweede keer had ik kippenvel.
En nu heb ik echt tranen in mijn ogen. En ik hoop ook echt dat mensen voor jou gaan stemmen. Ik weet dat er grote namen zijn die mensen oproepen om voor iedereen te, voor een bepaald persoon te stemmen. Maar ik wil dat mensen luisteren naar hun hart. En als ze dit gezien hebben en ze zijn geraakt, moeten ze echt voor jou stemmen. Want we hebben hier echt een buitencategorie mensen. Echt waar. Wereldklasse. Wereldklasse. Chantal. Ja, Jean, jij bent gewoon het voorbeeld voor zo'n talentenjacht. Het gelul ook altijd van iedereen van talentenjacht moe. En talentenjacht gaat erover dat jij, als je thuis op de bank zit en een talent hebt, jij kan dat zijn die hier ineens staat. Want ik spreek je aan met Jean. Je bent Jean, je komt ergens vandaan, je bent ergens met je moeder, daar ben je gelukkig. Maar ineens sta je hier op een podium en dan noemt zich dat Shinshen. En ineens sta je in de finale van een grote show. En ja, je kan 50.000 euro winnen, maar het gaat erom dat mensen je zien. En iedereen wil gezien worden. En vooral als je zo'n bijzonder talent hebt, als dat jij dat hebt. En man, wat heb jij je goed laten zien vanavond. Dank je wel. Kijk aan, allemaal die complimenten. Sean, Shenzhen, wat is het? Heb je het warm? Jij hebt het te warm, denk ik. Oh, oké. Okay. Hij wil zijn borsthaar laten zien. Oh, jij denkt, Paul gaat praten, ik doe mijn borsthaar, laat ik zien. Paul. Ja, het is gewoon heel mooi. Ja, er is zoveel over gezegd en je kan nu wel iets gaan afleggen. Als jury ben je dan verantwoordelijk voor de finale, de 8 acts. En ik heb alles gezien. Ik heb een violiste gezien in de dop. Ik heb een dans gezien, ik heb een groep gezien. Ik heb de vrijheid om different te willen zijn. Ik heb een jonge volkszanger gezien. Ik ben zo trots op het talent wat we hebben gezien. Misschien denken de mensen thuis anders over, maar echt, wat jij weer doet, laat zien, het is een droom. Echt een droom. Ik heb gewoon 8 soorten droom. Een oude droom, een jonge droom, een muzikale droom, een dansdroom. Heel erg bedankt voor al dat geweldige talent. En zeker wat jij hebt gepresteerd vanavond. En heb je ook zo genoten van dit danswonder? Deze Shinshen. Hij is vanzelfverzekerd heel erg gelukkig met jouw stem. SMS Shinshen naar 3131. Of bel met 09091308. Geef nog één keer een groot applaus, dames en heren. Shinshen!